Waarom ben ik niet in staat te zijn wie ik ben? Ook al betekent dat dat ik dan alleen pijn, verdriet, angst of gekwetstheid ben. Waarom durf ik niet te zijn wie ik ben? Opgesloten in mijn lichaam, in mijn leven, bezigheden, mijn denken, in mijn werk, wanneer ik bij mijn vriendin ben, zelfs als ik bij mezelf ben. Hoewel, alleen voel ik me nog wel het meest vrij. Dan heb ik het idee dat de deur tenminste op een soort van kier staat. Een kier naar een soort vrijheid. Maar ik vraag me nog steeds af, waarom ben ik niet in staat mijn takken vrij te laten zwiepen als een boom bij een storm? Of mij mee te laten stromen met de rivier? Te huilen bij een zielige film of gewoon verdriet? Ik voel me opgesloten.